want er was een gigantische herrie. De buurtbussen in het Rijk van Nijmegen staan al stil sinds het begin van de coronacrisis, omdat corona-proof vervoeren in die kleine bussen niet mogelijk is. De bussen werden aangepast in de verwachting dat ze begin december weer de weg op zouden gaan. Toch rijden ze nog steeds niet. Eigenlijk vanwege de geluidsoverlast, daarom zijn ze aangepast. Er is een HEPA-filter ingebouwd, er is een dakventilator ingebouwd en er is een kuchscherm bij de chauffeur aangebracht. En dat zou voldoende veiligheid moeten bieden. Toen we de bussen terugkregen en de motor aangezet werd, toen schrok ik me het apenlazeris, want er was een gigantische herrie. En toen hebben wij gezegd van ja, met deze herrie kunnen wij onze reizigers niet laten reizen. Dus wij gaan voorlopig even niet aan de gang. Ja, dit is de reden waarom wij met onze reizigers echt dit niet willen aandoen. Dit is zoveel herrie, dat kun je niet maken om daar met mensen een langere tijd in te laten vertoeven. Maar misschien is het goed om even te laten horen hoe het eigenlijk zou moeten. Dus André, als jij de motor even uit wilt zetten. Kijk. Zo zou het eigenlijk het liefste hebben dat we de reizigers vervoeren. Dan is het ook aangenaam om te rijden. Alle onze diensten die zijn een half uur heen, een half uur terug. Dus we rijden in een dienst van 4 uur, rijden we 4 keer op en neer op elke lijn die we rijden. Nou ja, ik kan best wel wat hebben, maar ik denk dat je na 2,5 uur wel zoiets hebt van... het is nou wel genoeg geweest, dus als je 4 uur moet rijden, dan is het best wel veel. De buurtbussen komen op plaatsen waar verder geen openbaar vervoer komt. Er zijn dus mensen die hun enige vervoersmogelijkheid al een tijd kwijt zijn. Zoals bijvoorbeeld scholieren en ouderen die hun boodschappen willen doen. Ja, uiteraard brengt er ook wel door het een en het ander over op de website ook. Maar dat zijn niet van die gigantische klachten, zeg maar, dat je daar echt heel veel problemen kunt krijgen. Wij hebben daar zelf relatief weinig klachten over gehoord. Uiteraard zijn er wel mensen van wanneer gaan jullie weer beginnen. Maar echte klachten dat ze er niet vervoerd kunnen worden, nee, die hebben wij zelf niet gekregen.